Goedenavond, welkom allemaal bij Baas in Eigen Sluier. Mijn naam is Meert Vrezen. Ik ben programmamaker hier bij de Bali. En ik heb het programma gemaakt samen met mijn collega Merlijn Geurts. Zij zit daar. Maar het initiatief voor dit programma lag niet bij ons. Het lag eigenlijk bij drie verschillende vrouwen. Aangezien de weg naar dit programma interessant was en soms ook wel een beetje bumpy, wil ik jullie daar toch wat meer over vertellen. En dat ga ik even voorlezen. In september maakten Merlijn en ik in het kader van het programma Grote Denkers een programma over de Marokkaanse schrijfster en denkster Fatima Mernissi. En tijdens dit programma ging het onder andere over de impact van Mernissi en de emancipatoire kracht die van haar werk uitging. We hadden een gesprek met verschillende vrouwen over de relatie tussen islam en feminisme. En hierbij werd niet de vraag gesteld of de twee überhaupt wel samen gingen, want het bewijs zat namelijk bij ons hier aan tafel te spreken. Maar toch waren de vragen vanuit het publiek wel eigenlijk steeds geënt op de vraag of die twee nou wel samen gingen. En enkele dagen later werden wij benaderd door Nora Azrami en Mariska Jansen, die zowel bij het programma over Mernissi waren geweest, maar ze hadden ook de inleiding verzorgd bij een bijbehorende boekenclub die we rondom Mernissi hadden georganiseerd. En zij wouden eigenlijk naar aanleiding van die vragen uit de zaal een programma bij ons initiëren, waar toch meer de confrontatie zou worden opgezocht over hoeveel vrijheid je als moslima eigenlijk hebt om wel of niet te geloven en je te ontwikkelen op de manier die je zelf voor ogen hebt. Een debat dus waar we juist de tegenstellingen gingen opzoeken met witte feministes en imams. Maar het bleek echter nog heel lastig om dit te organiseren, want op deze termijn bleek de kloof te groot. En de vrees werd geuit om in een debat met vooropgezette conclusies terecht te komen. En hier werd ook weer duidelijk dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt om mensen uit verschillende bubbels of realiteiten bij elkaar aan tafel te krijgen. Ondertussen waren we ook benaderd door Miranda Lakerveld van World Opera Lab. Dat maakt interculturele opera- en muziekproducties. En Miranda had in een soort opwelling en frustratie een voorstelling bedacht naar aanleiding van de Burkini-rel op het strand bij Nice, waarbij een vrouw gedwongen werd door vier agenten zich op het strand publiekelijk te ontkleden. U weet het vast nog allemaal. En gebaseerd op de opera Salome van Richard Strauss maakte zij samen met de Iraanse componist Aftab Darvishi een voorstelling waarin actuele, mythische en religieuze verhalen over de sluier bijeen werden gebracht. Miranda was op dat moment aan het werk met een vrouwengroep in de Baarsjes. En ze maakte zich kwaad hoe de discussie over moslima's zo over het hoofd van deze groep vrouwen waar zij mee werkte werd gevoerd, zonder ook maar één seconde stil te willen staan bij de problemen die echt bij deze groep leefden. De verhalen die zij tegenkwam gingen over gezondheidsproblematiek, geldproblemen, falende instanties, sociale druk binnen de eigen gemeenschap. Om elkaar te blijven begrijpen, aldus Miranda, zijn gesprekken zoals vanavond nodig, maar ook op een ander niveau. Bijvoorbeeld in de buurt met eerste generatie vrouwen die we eigenlijk bijna nooit horen. En vanavond doen Nadia en Khadisha, dat zijn geen eerste generatie vrouwen trouwens volgens mij, maar die doen vanavond aan de opera mee. En dat zijn een paar van die hele moedige vrouwen die heel actief zijn in het ondersteunen van deze groepen. Vrouwen die hun nek uitsteken en die gesteund moeten worden. En we moeten fouten mogen maken zonder elkaar te verliezen, aldus Miranda. Nou, kortom, er bleek een enorme behoefte aan een podium om dit soort vragen te stellen. En een plek waar dus niet over moslimvrouwen werd gepraat, maar waar ze zelf aan het woord waren. En zo kwam dus het plan voor het opvoeren van de opera Dans met de Zeven Sluiers en daarna een nagesprek met vier vrouwen. Nora Azrami, Anne Dijk, Naida Aurangzeb en Nazmi Yoraal. Die ieder vanuit hun eigen achtergrond en hun eigen relatie tot de thema's vrijheid, islam, emancipatie, hun ideeën zouden schetsen. En Nazmi zei van in het voorgesprek van ja, het moet eigenlijk een doodsaaie avond gaan worden, omdat ik wil dat alle complexiteiten en nuances centraal gaan staan. Maar toen dreigde deze avond alsnog niet door te gaan. Door een programma ruim anderhalve week geleden hier in de Bali, georganiseerd door Stichting Werkelijkheid en Perspectief. En waar zowel door publiek en sprekers werkelijk afschuwelijke dingen werden gezegd over moslims. Ik heb daar echt dagelijks letterlijk buikpijn van gehad. En ik vind het verschrikkelijk dat het programma hier in de Bali zo is ontspoord. En naar aanleiding van dit debat twijfelden sommige spreeksters of ze nog wel hier wilden komen spreken. Maar uiteindelijk zijn ze hier alle vier wel en dat waarderen we ontzettend. En we besloten de focus van de avond dan ook wel iets te verleggen.
Want in een tijd dat Trump voor het registreren van moslims pleit, de moslimban heeft ingevoerd, de PVV in de peilingen de grootste partij is, onze premier een brief schrijft waarin hij stelt dat als het je in zijn Nederland niet bevalt, je maar op kan rotten, en waar de dingen worden gezegd zoals ze laatst in de balie zijn gezegd, dan overheerst vooral de vraag hoe je je als moslim, als vrouw, verhoudt tot dit politieke en maatschappelijke actualiteit. En hoe deze realiteit zich dan weer verhoudt tot hoe vrij je je eigenlijk voelt. En wat dan nu te doen? Moeten we met elkaar blijven praten en de ruimte en de tijd nemen voor de nuance? Of moeten we op zoek naar radicalere oplossing? Is het tijd voor een revolutie? Nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we kijken naar de voorstelling Dans met de Zeven Sluiers. De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten. Ik wens u een hele mooie avond. Ik ben Sia. Ik ben 34 jaar en ik kom uit Toulouse. Siam, Saim, betekent in het Arabisch vasten en donker in het Sanskriet. Op 23 augustus 2016, laten we zeggen vorig jaar zomer, was ik op het strand. Ik lag rustig op mijn handdoekje, te genieten. En ineens torenden vier agenten boven mij uit. In de aanval. Alsof ik van plan was de zee te stelen of met mijn hoofddoek het hele strand te verduisteren. Mevrouw, weet u dat u de wet overtreedt? Nee. Nee, dat wist ik niet. Ik wilde niet eens gaan zwemmen. Ik wilde alleen maar mijn vermoeide voeten afspoelen. Meer niet. Ik weet nog, ik weigerde mijn hoofddoek af te doen. Maar de agent trok aan mijn sluier. En op dat moment stond de tijd stil en werd alles wazig. In de verte hoorde ik mijn kinderen huilen, maar waar was mijn man? Ik kan hem niet meer herinneren. Was hij weggegaan of is hij een nieuw leven begonnen? Of was dit niet mijn herinnering, maar de herinnering van een van mijn zusters, Fatima, wiens man ook verdwenen is? Fatima. Ze is alleen. En het liefst deed ze haar sluier af.
En liet ze haar mooie, lange, zwarte haren gewoon lekker nonchalant hangen. Net als Hajar. Maar dat kan ze niet. Nee, want zonder hoofddoek wordt ze bekeken. En het geroddel doet pijn. Bovendien, zonder vriendin is het helemaal niet veilig. Ik herinner me nog meer verhalen. Het leek alsof ik viel, maar dan door de tijd. In de verte hoorde ik de mensen nog op het strand. Ze riepen, ga terug naar je eigen land. En hier in Frankrijk zijn we christelijk. En hoe harder zij riepen, hoe sneller ik viel. Totdat ik de zachte aarde onder mijn voeten voelde. En ineens was het stil. Ik vond een boek. Ik open het. Een verhaal over een koningin. Mijn naam is Inanna, heerseres van 7 steden en 7 heilige plaatsen. Ik ben elke dag omringd door wijze mannen en wijze vrouwen. Zij schrijven niet. Zij maken tekens op klei. Het is lente. De mensen leggen bloemen neer aan mijn voeten. Maar mijn gedachten zijn elders. Ik hoor een stem. Het is mijn zus, de koningin van het dodenrijk. Ik luister nog eens. Ik hoor haar nog een keer. Ze klinkt als een vrouw die moet baren. Maar in het dodenrijk worden geen kinderen geboren. Ik ga op reis. Ik verlaat mijn 7 tempels en mijn 7 plaatsen. Zijn de heilige wetten van mijn land geweven. Het dodenrijk heeft 7 poorten.
Geen mens die naar het donkere rijk gaat, keert terug. Ik klop op de eerste poort. De wachter pakt mijn eerste sluier af. Ik vraag, wat doe je? En hij zegt, Inanna, de wetten van dit rijk zijn perfect. Je mag ze niet bevragen. Ik klop op de volgende deur. En weer pakt die sluier van me af. Ik vraag, wat doe je? En hij zegt, Inanna, de wetten van dit rijk zijn perfect. Je mag ze niet bevragen. Ik ga door naar de volgende deur en weer worden steeds al mijn sluiters afgenomen. Haar ogen bliksemen. De jaloezie boort door mijn hart. Tot ik opeens aan een haak hang tegen de muur. Als een lijk. Naakt. Ik schaam me. Met Eva in het paradijs. Aan mijn dochter en bedenk me dat ze elke dag ouder wordt. En met elke dag komen we dichter bij God. In mijn hart zou ik graag willen dat ze een hoofddoek draagt. Want wie dichter bij God komt, moet zichzelf bedekken. Zoals Moza. Mozes? Ja, Moza. Toen hij van de berg Sina afliep, straalde zijn gezicht zo door de nabijheid van het goddelijke, dat hij een sluier voor zijn gezicht droeg. Of zoals in Hadith staat geschreven. Wacht, ik pak hem erbij. Oh, kijk, daar. إن بين الله عز وجل وبين الخلق 70,000 حجاب وأقرب الخلق إلى الله عز وجل جبريل ميكائيل
وإسرافيل وإن بينهم وبينه أربع حجب حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من غمام وحجاب من الماء. Tussen God en zijn schepping zijn er 70.000 sluiers. 7 sluiers zijn het belangrijkste. Het dichtbijste bij God staan de engelen Gabriel, Michael, Raphaël. En daartussen nog 4 sluiers. Een sluier van vuur, een sluier van duisternis, een sluier van wolken en een sluier van water. Mooi. Doe je goed? Ja, geef maar. Ja, zo. Ontsluieren, dat is ook eerlijk zijn. Het echte verhaal vertellen en niet wat je via via ten gehore komt. Als er iemand onder dat via via geleden heeft, dan ben ik dat. Oh? Vertel. Ik ben prinses Salome. Salome, dat komt van het Hebreeuwse woord shalom, vrede. Hé, wij zeggen salam. Ja toch, salam. Salam betekent ook vrede. Shalom, salam, serieus. Ja, Salome. De dans met de 7 sluiers is mijn dans. Ze zeggen dat ik gedanst heb voor mijn stiefvader en dat ik 7 sluiers heb afgedaan als een soort goedkope striptease. En dat ik als beloning vroeg om het hoofd van een heilige man, Johannes de Doper. Je bedoelt Yahya ibn Zekaria. Yahya. Yahya, zoon van Zekaria. Johannes de Doper. Yahya. Yahya. Hier, zit hier. Yahya. Achterin, achterin. Yahya. Yahya. Ja, meer, meer. Yahya. Yahya. Ja. Johannes de Doper. Maar zo is het helemaal niet gegaan. Nee, dat klopt. Inderdaad, kom maar, want kijk, het staat hier. Kijk. Hier staat het, in de Bijbel. In het evangelie van Marcus, hè. Op het feest danste de dochter van Herodias voor de koning en zijn gasten. Iedereen genoot ervan. Daarom zei de koning tegen haar: alles wat je wil, zal ik je geven. Dat beloof ik je.
Het meisje liep weg en vroeg aan haar moeder, wat zal ik kiezen? En haar moeder haatte Johannes de Doper. Ja, ja. Dus zij wilde het hoofd van Johannes de Doper. En meteen, ja, je bedoel je trouwens. Meteen hoorde het meisje terug en zei tegen de koning, ik wil het hoofd van Johannes de Doper op een bord. Oeh. Dat vond koning Herodes vreselijk. Vreselijk, maar hij kon er niks aan doen, want beloofd is beloofd. Hij gaf meteen een soldaat de opdracht, breng het hoofd van Johannes Yahya ibn Zekeria, de doper, hier op een bord. En de soldaat ging naar Johannes Yahya en in de gevangenis en hij hakte zijn hoofd eraf. De soldaat bracht het hoofd binnen op een bord en gaf het aan het meisje. En het meisje bracht het hoofd naar haar moeder. Nergens staat dat ik me heb uitgekleed. En er waren helemaal geen zeven sluiers. En het hoofd van Johannes de Doper wilde ik helemaal niet. Ik heb gedanst alsof het een gebed was. Oh, het is eigenlijk allemaal verzonnen. Nou, dat denk ik. Arme Yahya. Arme Salome. Ik ben Khadija, ik ben actief in West. Ik doe veel activiteiten voor vrouwen. Ik draag mijn hoofddoek op deze manier. Maar ik krijg veel kritiek van vrouwen. Waarom draag ik mijn hoofddoek niet netjes? Niet netjes? Ja.
Kiefes wel, maar het ziet er toch goed uit? Ik vind het ook mooi en ik heb geen last in, vooral als ik werk. Nou, die zou je gewoon helemaal niet druk maken, joh. Hoe moet je me dan dragen? Ik moet zoals Nadia dragen. Nee, je staat je goed. Ja, dank je. Afgelopen zomervakantie, ik ging met mijn vriendin ijs kopen voor haar dochter. Zij draagt een lange hoofddoek, zwarte lange hoofddoek. We gingen naar de winkel in en ze vroeg de winkelier: mag ik een ijsje voor mijn dochter pakken? Hij zei tegen haar: mag wel een ijsje pakken voor jouw dochter, zolang je geen bom in legt. Wacht even. Ze mocht een ijsje pakken? Ja. Maar hij heeft nog even erbij gezegd dat ze geen bom erin moet leggen? Ja. Wow, wacht. En ze waren heel veel mensen om haar heen. Heeft niemand wat gezegd? Nee, niemand heeft gezegd. Zij schrok zich diep en ze begon te trillen. Heb jij wat gezegd? Ja, tuurlijk. Ik zei tegen die meneer, ik vind het niet leuk. En wij wonen in dit land en dat is een vrije land. En je mag niet haar discrimineren. Mijn naam is Kakuya. In Japan kwam een arme visser op het strand. Hij bewonderde de schoonheid van de kust toen plotseling bloemblaadjes uit de hemel kwamen vallen. Hij hoorde prachtige muziek en de lucht rook heerlijk als een bloemenveld. Toen zag hij een kleed van veren in een boom hangen. Hij pakte het kleed om mee naar huis te nemen. Dat kleed was van mij. Ik vroeg hem mijn kleed terug te geven. En zei: dit is een kleed gemaakt uit veren van de hemel. Het is niet bedoeld voor mensen. Alsjeblieft, leg het terug daar waar je het gevonden hebt. De visser weigerde. Als dit een hemels kleed was, dan wou hij het houden en aan zijn familie laten zien. Ik huilde. Zonder het hemelse kleed kon ik niet terug naar de hemel. Ik was zo als een vogel, maar zonder vleugels. De visser werd hebberig en gaf me het kleed niet terug. Haar tranen rolden als paars over haar wangen. En de bloemen in haar haar verwelken. De vijf tekenen van de dood verschijnen op haar huid. Wat is het triest om een engel te zien sterven. Ik keek door mijn tranen naar de hemel. Het pad door de wolken was onzichtbaar. Ik wist niet hoe ik naar huis kon gaan. De visser kreeg spijt en wilde het verenkleed teruggeven. Maar nog steeds was hij hebberig.
Hij bedacht dat hij iets terug wilde. Hij had gehoord van een hemelse dans. De dans die de maan doet draaien. Ik zei dat ik de dans op zou voeren. Maar voor de dans moet ik het kleed dragen. De vis werd achterdochtig. Misschien zou ik wel zonder te dansen naar de hemel vliegen. Ik zei dat zulke leugens alleen bestaan in de mensenwereld. Voor een engel is een belofte heilig. De visser schaamde zich. Gaf mijn verenkleed terug. En ik danste. Ze is geboren in het paleis van de maan. En bezocht de aarde maar kort. De engel danste haar hemelse dans. En terwijl ze danste, begon ze op te stijgen. Haar voeten lieten de aarde los. En in het licht van de maan zweefde ze omhoog. Draaiend. Met haar verenkleed fladderend in de zeewind vloog ze over de zee en verdween langzaam tussen de wolken. Ik ben Nahid. Mijn naam is Athena. En ik ben Junu. Wij zijn zussen. De een geboren in Egypte, de andere in Griekenland. En ik kom uit China. 1000 jaren geleden. Men zegt dat wij, voordat de tijd begon, een gigantische sluier om de aarde hebben geweven. Om de aarde te beschermen. Deze sluier zal pas over duizenden jaren, na de allerlaatste dag, scheuren.
ben Siam. Siam betekent vasten, maar ook duisternis. Toen ze mijn sluier hebben afgenomen, heeft u niks meer over mij gehoord. Mijn gastvrouw wilde mij geen bed meer geven. En nu? Nu ben ik verdwenen. Misschien is het goed om iedereen even bij naam te noemen die aan deze prachtige voorstelling heeft meegewerkt. Toch eerst idee, regie en tekst, Miranda Lakerveld. She ran up the stairs, but Aftab Darvishi for the music, thank you. Mouna Laroussi. Hadja Belkada, Zulaika Kedou, Nadia Kasmin, Khadija Alami en op de cello Genevieve Verhagen. Dank jullie wel. Ja, en dan wil ik nu graag de vier spreeksters met wie we ook over deze voorstelling en over de andere dingen die ik al noemde gaan spreken. Als eerst wil ik naar voren vragen Nora Asrami. Nora, yes, applaus.